Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Onze vierde dag op Bonaire, denk ik. Ja, volgens mij wel. En wij gaan vandaag de mangrovenkajak doen. Dat hebben we geregeld via TUI. Gisteren zijn wij uit eten geweest bij Brasspoor. Als je dus heel erg van heel luxe uit eten wil, moet je daar zeker naartoe gaan. Ik vind het gewoon, ik vond het heel mooi en leuk en zo, maar gewoon niet echt iets voor mij. Ik ben gisteren dus hier echt zo erg verbrand. Ik schaam me echt dood. De rest gelukkig allemaal niet. Mijn benen zijn gewoon bruin. Dus ik ga met die mangrove ga ik gewoon mijn shirt aanhouden. En ik heb dus een badpak aan van de Zara. En ik heb even mijn haar ingevlochten. Voor als we iets van een helm of zo ontmoeten. Ik heb geen idee. Dus ja. Ik ga nu me even klaarmaken. We gaan ontbijten. Want we moeten namelijk om 7:50 voor de receptie staan. En dan worden we dus opgehaald voor de mangrove tour. Heel veel zin in. Ik heb een beetje twijfels. Of ik dit shirt aandoe. Van Lovies. Scorpio shirt. Of gewoon deze van de Zara. Ik weet het niet. Ik denk toch deze. Oké, ik heb toch deze aangedaan. En was nu helemaal klaargemaakt. Dus we gaan nu naar de receptie toe lopen. Daar worden we opgehaald met busje. En dan gaan we dus mangrove kajakken. Ik neem mijn camera niet mee. Ik zal mijn telefoon wel meenemen. Dus misschien film ik wel eventjes wat dingen. Maar ik weet ook niet precies hoe het allemaal in elkaar zit. Maar ik hoop gewoon dat ik een paar dingetjes kan filmen. Want dat zou wel heel leuk zijn. En ik heb dus dit jurkje aan. Want ik ben hier heel erg verbrand. Helaas. Wij zijn terug van het kanoën door de mangroven. En het was echt, echt heel erg leuk. Zeker de moeite waard. En ja, het was gewoon echt prachtig. En we hadden het echt niet willen missen. Ik heb ook heel veel dingen kunnen filmen. Dus dat hebben jullie als het goed is hiervoor gezien. Het was echt heel leuk. En het is nu rond 1:00 volgens mij. Dus we gaan gewoon even bij het resort liggen. En dan even lekker lunch bestellen. We hebben van die bedjes. En ik ben hier natuurlijk verbrand. Dus ik ga ook even een shirt meenemen. En ik heb dus een badpak aan en dit eroverheen. Dus we gaan lekker gewoon eventjes hier chillen. Dus dat is helemaal prima. Kijk, wij zitten in het restaurant bij het resort. Dus we hebben lekker eten besteld. En daar wachten we nu op. En dan gaan we zo meteen op het strand liggen. Maar ik ga dus niet in de zon. Dus ik ga dan even een shirt aan. Of even in de schaduw zitten. Dus we zijn nu aan het wachten op het eten. Zin in. Ik heb nu wel trek hoor. Jij ook? Mag ik wel, het is 2:30. Oké, we hebben net lekker gegeten. We zitten nu op het strand, gewoon bij ons eigen resort. Want hier heb je ook gewoon hele chille bedjes en zeer super rustig. Ik heb even dit shirt aan van Lovies, want ik ben hier dus verbrand. Wat ik waarschijnlijk al 1000 keer heb gezegd. En we gaan vanavond bij Sebastian's eten, heel zin in. En we gaan nu dus nog gewoon even lekker chillen hier op het strand. Hierachter is ons huisje. En ik lig nu gewoon hier bij de palmboompjes. En er is lekker veel schaduw, dus dat is fijn. Dus we gaan hier nog even een paar uurtjes genieten. Het is inmiddels avond. Ik heb het helemaal klaargemaakt. We gaan zo eten bij Sebastian's. En we gaan zo eten bij Sebastian's. Dus ik heb even mijn haar gekruld. Het moet nog wel een beetje uitzakken. En ik heb een zwart jurkje aan van de Mango.
En de zonsondergang is al geweest. Het is hier best wel donker. En ik heb vandaag niet in de zon gelegen, want ik was echt zo erg verbrand. Dus morgen weer een nieuwe dag. Oké, we zijn aangekomen bij het restaurant. En heel benieuwd. Goedemorgen! Ja, doe dat. Dat doe ik echt nooit. Altijd als ik een vlog zeg ik gewoon goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Nog 2 dagen en dan gaan we naar huis. De ene laatste dag, morgen is de laatste dag. Super lekker, dankjewel. En de thee? Ja, dankjewel. En we zijn aan het ontbijten, gewoon bij het resort. Want we hadden geen zin in Crispy. Dus we hebben lekker, ik heb net een cappuccino op en nu een gembertheetje. We nemen zo wat ei en dan gaan we een rondje om het Gotomeer doen. 1000 steps. Naar 1000 steps. En dan met scooter gaan we dat doen. Ja, beetje rondrijden. Beetje rondrijden, eiland verkennen. Beetje snorkelen. Want gisteren, nou oprecht, ik dacht wel dat we een heel groot deel van het eiland hadden gezien. Gisteren gingen we dus bij Sebastian's eten. Het vonden we eigenlijk gewoon een heel ander stuk, terwijl we daar al 4 keer soort van in de buurt waren geweest. Heel leuk stuk. Die straat met restaurants waren super leuk. Ja, dus toen zagen we ook messen. Daar gaan we morgen eten. Nee, overmorgen eten. Wat? Messen? Ja, messen, ja. Gaan we morgen eten? Nee. Waar gaan we morgen eten dan? Morgen zit? Ja, morgen zaterdag. Oh ja, morgen gaan we daar eten. Dus we gaan vanavond bij Bontapa eten. Tapas restaurant. En wat ik aan heb is een jurkje van de Pull&Bear, maar die zit hieronder. Ik had vanochtend eerst een ander jurkje aan, maar die vond hij niet leuk. Dus nu heb ik iets anders aangedaan. Dus dat? Eet smakelijk! Het ziet er wel goed uit. Oké, nou het ontbijt was echt mega lekker. Ik zit vol voor 3 dagen. En we gaan dus nu met scooter langs het Gotomeer. Of gaan we eerst naar 1000 steps? Gewoon langs eerst. Oké, kan je me even vasthouden zo? Dus daar gaan we nu naartoe. Zit hij goed of verkeerd om? Hij zit wel verkeerd om nu. Ja? Nee. Waarom ben jij zo? Oké, let's go. We zijn met de scooter gelijk gestopt bij de drogisterij. We zijn bij de DA. Dat zit echt bij ons heel dichtbij. Kijk, daar is ons resort. Daar zitten restaurantjes. Bruna. Nee, we gaan het hier halen. Er zit hier een toys winkel. Winkel. En we gaan dus nu zonnebrand halen, want onze zonnebrand is op. En hij gaat om 9 uur open. Het is 9:05, dus ik ben benieuwd of die echt om 9 uur open gaat. Kijk, daar komt ze al. Oh, toen zag ik dat ik aan het filmen was met mijn camera. Oeps. Oké, we zijn aangekomen bij 1000 Steps. Het is hier echt prachtig. En hier staat bekend omdat hier schildpadden zijn, dat je hier goed kan snorkelen. Dus we gaan zo meteen allebei even snorkelen. Nee, we hebben maar 1 paar waterschoentjes, dus we gaan even om de beurt. Toch? Ja, en je moet je voorzichtiger zijn met de spullen, omdat hier vaker nu soms dingen wordt vaker gestolen. En ik heb ook mijn camera mee, we hebben ons telefoon mee. Maar gewoon op de grond, schat.
Oké, het is inmiddels, hoe laat? 11:30? Schat, hoe laat? Tijd dat jij je bek gaat houden. Laat ik erin. Ja, zo behandelt mijn vriendje mij dus. Hoe laat is het? Nee, het is... Je hebt de telefoon daar liggen. Ik kan er echt niet in stoppen. Dat ga ik er wel in doen, hè? Nee, dat is een grapje. Dat was geen grapje. Ja. Oké, nou, we zijn dus een rondje langs het Gotomeer geweest en naar 1000 Steps. Het was echt heel mooi. Echt de moeite waard. Toch? Om te doen. Ik vond het echt geweldig mooi. Het was echt heel mooi, daar kan je ook flamingo's zien. Zo, het was echt erg plausibel. Dat ga ik er niet in doen, want dan sta ik verschut. En we liggen nu weer gewoon bij Chococo en we liggen hier op van die bedjes. Zulke bedjes. En we hebben net een smoothie besteld. Smoothie aardbei. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. En we gaan hier even lekker de hele dag in de zon liggen. Want ik ben niet meer verbrand, dus ik kan er weer eindelijk in. Dus dat. En straks even de bachelor kijken. Bon appétit. Het is smakelijk. Het ziet er lekker uit. Nee? Neem jij eens even lekker zo'n pepertje, schat. Zal ik die zeggen bij jou in je mond? Het is inmiddels avond. En we hebben vandaag de hele dag lekker op het strand gelegen. Echt hele lekkere bedjes. En ik heb net gedoucht. Ik heb even mijn haar gewassen. En ik heb nu net even gefeund. De camera instellingen staan echt niet op. Ik ga ze even goed zetten. Het lijkt nu net of ik heel wit ben. Ja, het zal. Vanavond gaan we tapas eten bij Bon Tapa. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga ook geen make-up op doen, want ik heb toch mijn wimpers. Dus ik heb daar geen zin in. Ik ben wel een beetje aan het vervellen. En ik heb dus dit blauwe jurkje aan. En daaronder doe ik nog mijn hakken of ik doe mijn laars samen. Even kijken wat mooier is. En over een half uurtje gaat de zon onder. Dus dat is ook heel mooi. Okay, wij zijn aangekomen bij... Bon Dia Tapas. Bon Tapas. En ik heb een lekkere Porsche Martini. En we gaan even kijken wat we gaan bestellen. Het is dus een tapas restaurant. Ik zal even de first impression... En dat was de vriendje. Door de dood komt er lekker aan. Lekker! Ja, waar zijn... Wat zei je? Jou? Maar even een korte toelichting, mevrouw Stillebroer. Heel lekker. Ja? Nummer... Welk nummer is dit van de vakantie nu? Nummer 1. Nummer 1? Zeker met toppen. En wat maakte het zo goed hier? Gezellig. Tapas. Heel lekker eten. Dat. En wat vond je het allerlekste wat je hier hebt gegeten? Pimentos. En toppen. En garnalen lekker. En op nummer 2, dat rest van nummer 2 Ocean. Ja, maar Ocean was meer lunch, vind ik. Ja, okay. Ja, het is verschillend. Het is maar net waar je voor moet gaan. We gaan morgen nog naar Messen. Ja. En die nemen we nog even mee in ons aanbod. Ja, en op het einde doen we even een review van de restaurant. Ja, oké. Okay. Nou, doei! Klinkt fantastisch.